iedereen, vandaag doen we voor jullie de Try Not To Cringe Challenge. We hebben deze al eens een paar keer gezien. Het leek ons leuk om deze ook uit te proberen, want ook al lijken Tara en ik best wel op elkaar, op heel veel vlakken lijken we niet op elkaar. En ik denk dat ik tegen best wel veel dingen kan, terwijl Tara het echt helemaal... Ik ben echt queen awkward. Ik word echt super ongemakkelijk in elke situatie. Ik kan elke situatie ongemakkelijk maken. Ja, echt zo van... Hoe dan daar? Ja. Ja, en ik weet niet, soms is het niet eens ongemakkelijk, maar ervaar ik het wel als ongemakkelijk. Dus een cringe challenge, waarschijnlijk zit ik de hele tijd zo. Ik ben benieuwd of ik hem heel cool hou, dus... We hebben gewoon op YouTube gezocht naar Try Not To Cringe Compilations 2017. En we gaan er gewoon een aantal proberen en gaan we zien hoe dat gaat. We zien een oude vrouw met een banaan en yoghurt. Mayo, mayo, Mel's got mayo, do you really want my banana with me? Steek ze naar de... You really... Make it stop! Nu zit hij echt in een andere wereld. Really het zou je moeder maar zijn. We're at Walmart. Wow, excited om in Walmart te zijn. How are you doing today, Dad? Hey, dude. I don't know, I got kind of an itchy butt today, so... Okay, it's you, man. I'm walking one of those... Where you kind of squeeze your buns together to itch your beehole. I know, man. But I really need to get in there and do that, but... I got a wedgie. Is this a serious gesprek? Denk het, ja, ik weet niet. I really need to get in there. Hij zegt gewoon nu dat hij even aan zijn anus wil krabben. So what are we here to get, Dad? Bleach. Because I do laundry occasionally. And he needs to bleach his anus. I need to bleach my anus. Let's see how long. Is this... Nah, dat kan toch niet? Yo. Are you seriously eating banana chips and fucking drinking ketchup? Get the fuck out of here. Drink the fuck out of it. Wow, okay. Hartstikke stoer of zo, maar dat vind ik toch niet kennen, al die taalgebruik. Wow, wie heeft zijn kind opgevoed, joh? Doe voor normaal, joh. Dat kind heeft al ADHD en die krijgt nu nog meer zooi binnen. Ah, zo. Wat drink je dan? Starbucks. Doe alsjeblieft niet. Het gaat echt tegen het plafond aan. Dit is dus precies de reden waarom je kinderen niet naar sommige programma's moet laten kijken. Wauw, ik zou hem zo'n harde pak rammel geven. Ja, echt. Ze moet je kamer in flinke gooien. Slinger, ja. Dit kind heeft issues. Ik zou hem opsluiten. Nooit meer naar buiten laten. Oeh, ik krijg geen honger van. Waarom fluistert hij? Oh nee. Is het een ASMR video? What the fuck? Sorry, maar doe ja, even... ASMR shit, dat doe we echt even ja. Normaal. Hij komt zo dichtbij... Ik krijg kippenvel. Ik heb hoor je dit? Kippenvel, hoor je dit? Kippenvel krijg ik ervan. Hij smakt heel hard. Hallo. Probeer die erna te doen, maar dat lukt er niet. Wat is nou op de hoofd? Microfoon. Waarom zit die microfoon helemaal hier? Vraag je niet af waarom ze die oren heeft? Ze komt heel raar over. Heel creepy ook. Dan zou ik niet voor mijn deur te gaan staan om die oren te verkopen ofzo. Oké. Die edit is wel echt on point. Oh, toen was een muziekje op. Of het geluidje was op. Fear me. Wauw. My Little Pony is about the manliest thing you can do. Or at least so says the statistic that there are 7 to 10 million bronies in the United States. Bronies? Bronies. Dus My Little Brony zijn bros. Ja, verkleed als My Little Pony? Nou, zijn vrienden die volgens mij met ponies gaan spelen. Of films, samen series gaan kijken. Is het Engels? Jemig! Volgens mij is iemand heel erg boos. Jemig, wat eng. Ja,
slap je aan eens. It was just a guy, just trying to get by. He fought with his brother, he was loved by his mother. He left the descendant of his family. Oh, je gaat uit de maat, bro. And that all happened when he left his continental shelf. He continued on his path as he floated on his road. So, okay. Try not to cringe. Ik denk dat het best goed ging. Ik vond het echt meevallen. Ja, er waren wel wat dingetjes waar ik echt een beetje zo van wat zie ik? Waar kijk ik naar? Vooral, het zijn vooral hele boze mensen, hele loco mensen. Daar word ik ook wel ongemakkelijk van, maar... ASMR, daar heb ik echt nog steeds kippenvel van. Die is eigenlijk niet normaal. De ergste waar ik van moest cringe. Ja, inderdaad. Ik heb een hekel aan ASMR, want het is gewoon het idee alsof iemand in je oor fluistert. Vind ik heel dichtbij, intiem. En alsof het helemaal in je nek loopt te hangen. Heel smerig. Nou, ik ben heel erg benieuwd of jullie wel moesten cringen door het zien van de video's die wij net hebben gezien. Laat het even weten in de comments. Of dat zo was en ook waar jij ongemakkelijk van wordt. Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog achter te laten als je deze video weer gezellig vond. En vergeet je ook niet te abonneren op ons kanaal om bij onze Endless Weekend Family te horen. En vergeet ook zeker niet om op dat belletje naast die abonneerknop te drukken. Want dan krijg jij een melding als wij een nieuwe video online zetten. En op die manier mis jij geen enkele video, zoals de video van zondag. Die wordt weer heel erg leuk. Ja, zeker. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei. Oké, hij wachtte gewoon tot we klaar waren. Ah.